Leuk dat je de herhaling bekijkt. Welkom. Ik zie mensen binnenkomen, maar er zit volgens mij een kleine vertraging in de namen. Even kijken of ik het kan zien. Jee, Claudette. Proficiat met je vader. En leuk om je even in het echt te ontmoeten van de week. Ja, dat is ook een voorbeeld van de kracht van Periscope. Hoi, Carlo. Je leert nieuwe mensen kennen. En ik had van de week een training, moest ik geven in Bijlen. Ergens in het hoge noorden. En toen deed ik een uitzending om te laten zien hoe het werkte. En toen was Claudette in mijn uitzending. En vervolgens dacht ik, hey, volgens mij woont zij hier in de buurt. Dus of ik ga in de file staan bij de brug van Gorinchem. Of ik ga even kijken of Claudette zin heeft om even af te spreken. En toen hebben Claudette en ik elkaar in het echt ontmoet. Dus dat is ook heel leuk. Mensen die jij wel op het beeldscherm voorbij ziet komen. Er is natuurlijk niks leukers dan ze in het echt ontmoeten. Dankjewel voor de hartjes en de tennisrackets. Voor degenen die dat niet weten. Ik heb in de titel AUS Open van Australian Open gezet. Vandaar als je op het scherm tikt. En dat is ook in de herhaling. Dan zie je niet alleen hartjes, maar dan zie je dus ook die tennisrackets voorbij komen. Ja, als je van tennis houdt, wel. Maar ik zat er straks een uitzending te kijken en dat wilde ik ook gaan. Alles voor de kijkers toch? Ja, tuurlijk, Carlo. Ik weet niet waar jij woont. Volgens mij ergens in de Randstad. Of niet? Want als ik dan in de buurt ben, dan komen we even naar je toe natuurlijk. 9 februari ben ik in ieder geval Den Haag. Of is dat niet in de richting, Carlo? In welke plaats zit jij ergens? Ik vind het altijd leuk. Ja, Den Haag. Dat is 9 februari. Dan ben ik daar 's avonds bij de Social Media Club in Den Haag. Berkel en Rode Reis. Dat is volgens mij meer. Ja, mijn topografie is niet zo heel goed. Dat is bij Rotterdam. Maar Rotje Knor. Toch of niet? Ik vind het sowieso leuk als ik ergens in de buurt ben en ik heb tijd om mensen in het echt te ontmoeten. Je bouwt toch een band op inderdaad met je volgers, Carlo. Dus vandaar dat ik dat leuk vind. Nou, mocht je het leuk vinden, Carlo, 9 februari ben ik sowieso in Den Haag. En ja, als mensen zin hebben om een keer af te spreken, benader mij gewoon. Apenstaartje Mike Kuld op Twitter bijvoorbeeld. Vind ik altijd leuk om mensen te ontmoeten. Dankjewel voor de hartjes. Nou, de kracht van livestreaming in dit geval. We zitten nu op Periscope, maar je hebt ook natuurlijk Meerkat, Blab. En ik heb van de week, vast alweer vorige week, een testje gedaan met Mivi. Ook weer een opkomend platform. Facebook is met name nog in Amerika. Maar ik hoorde van de week van iemand, als je je taal op Engels UK zet, kun je het dus eerder krijgen. Zij had het al, de Facebook livestreaming. Dus ik ben er heel benieuwd naar. Ik heb inmiddels ook mijn taalinstellingen op Facebook veranderd. En dan is het even wachten wanneer je het krijgt. Maar ik geloof zelf heilig in de kracht van livestreaming. En ik denk ook dat dat de kanalen van 2016 gaan worden. Ik ben benieuwd of jullie het daarmee eens zijn. Zet dan even een duimpje in de chat of ja. Dus ik ben wel heel even benieuwd. Het leuke van livestreaming is namelijk de interactie die je hebt. Dat je vragen kan stellen en dat de kijkers gewoon lekker mee kunnen doen. Dus is ook leuk als jullie ook wat laten weten wat jullie ervan vinden. Ja, ik geloof helemaal in livestreaming. Ik hoor het ook allerlei geruchten, zeker ook in Amerika, dat livestreaming echt wel de kanalen van 2016 gaan worden. En waarom? Ja, ik geloof erin omdat het gewoon heel krachtig is. Het is gewoon puur. Als jij op Instagram, Snapchat of waar dan ook filmpjes plaatst of foto's van jezelf, dan is het toch niet live. Kan je het altijd nog even opnieuw doen. En die heb ik heel even gemist hoor. En het was nog wel in hoofdletters. Maar dan, ja, het is in ieder geval live. Je gaat niet, je kan je niet veel beter voordoen dan dat je bent. Als jij op Instagram, Snapchat of dat soort kanalen, dan kun je de foto maken of het filmpje. Je kijkt het even terug en als het niks is, haal je het weer weg. En ja, dan probeer je toch het meest ideale plaatje van jezelf te tonen voor zover dat mogelijk is natuurlijk.
Maar bij livestreaming is het gewoon echt live. Het is puur. Je kan het niet verdoezelen. Geen filtertjes erover doen. Helemaal niks. Maar wat het zo leuk maakt is het menselijk contact en de interactie die je hebt. Ik zat er straks even naar een uitzending te kijken van Melbourne, Australia. De Melbourne Open, die hadden al een account aangemaakt. Ja, dit is echt puur. Dus mocht je vragen hebben, mocht je chatten, dat is ook zo leuk. Je maakt met z'n allen zo'n uitzending. Dus degene die kijken, die hebben daar ook gewoon invloed op. En iedereen kan ook met elkaar chatten. Maar ik stond net dus een uitzending terug te kijken van Melbourne, Australia. En de Melbourne Open had al een account aangemaakt, maar ook Melbourne, Australia. Laten dus gewoon zien wat er in Melbourne te zien is. En ze liepen nu ook rond bij de Australian Open. En hadden daar bijvoorbeeld een interview met Arantxa Sanchez. Die zal daar wel zijn om straks de prijs uit te reiken of zoiets. Maar dat is best wel een grootheid voor de mensen die van tennis houden. Dat was best wel een grootheid. Ja, dan hebben we het wel weer over een aantal jaar geleden. Een kleine 20 jaar geleden. Maar toen was zij best wel groot op tennis. En dit soort mensen die zijn nu dus ook gewoon live voor de camera. En je kunt gewoon met ze praten. Wel via de chat, hè, dus niet face-to-face, maar toch. Het maakt mensen dus ook een stukje benaderbaar. En dat is ook echt wel de kracht van livestreaming wat mij betreft. Ja, ik denk dat het alleen maar groter wordt. We zijn in Nederland nog vrij voorzichtig. Ik probeer het nog terug vol te houden om gewoon lekker in het Nederlands uit te zenden. Ik merk dat we nog steeds heel erg voorzichtig zijn in Nederland met uitzendingen doen op Periscope. Terwijl het zo leuk is om mensen een kijkje achter de schermen te geven of gewoon je verhalen of ervaringen te delen. En ik merk ook dat het een heel krachtig platform is. Ook om een netwerk op te bouwen, een community. Zondag aanstaande is er bijvoorbeeld een bijeenkomst in Eindhoven op Strijp S. 'Smiddags om 1 uur. Je vindt daar meer informatie over op de Facebookgroep NL Scope. Dat is een Facebookgroep voor Nederlandstalige scopers. Dus scope jij ook in het Nederlands, word dan gezellig lid. Meld je aan voor NL Scope. Daar wisselen we ervaringen uit en tips. Maar ook dit soort dingen. En zondagmiddag is daar dus om 1 uur een meetup. Gewoon leuk, gewoon gezellig. Mensen die op Periscope zitten. Dan gaan we niet alleen maar over Periscope praten. Maar je kan wel tips uitwisselen. Maar ook gewoon weer nieuwe mensen leren kennen. Dus mocht je zin en tijd hebben zondag. Dan is het leuk om je in Eindhoven te zien natuurlijk. Mocht je nog vragen hebben over Periscope. Dan kun je ze ook stellen in de chat natuurlijk. Of je kan mij altijd een tweet sturen op apenstaartje Maaike Gulden. En dan zal ik die met alle liefde beantwoorden. Hey Jacqueline, leuk dat je live in de uitzending bent. Ik heb net jouw herhaling even moeten kijken. Ik had het weer gemist, ik was even druk bezig. Dankjewel voor de hartjes en de tennisrackets. Ja, voor degenen die later binnengekomen zijn. Als je op het scherm tikt, zie je niet behalve hartjes ook tennisrackets. En dat komt omdat ik de hashtag van de Australian Open in mijn titel gezet heb. En daarmee heb je invloed op de hartjes die mensen geven. Deze uitzending ging even over dat ik echt denk dat livestreaming alleen maar groter en groter wordt. Je kan niet alles. Nee, dat is heel erg waar. Ik ben zelf de challenge aangegaan om een paar weken te snapchatten. En dat kost me inderdaad moeite dat ik denk, oh, waar moet ik nou weer iets plaatsen? Oh, het is weer een tijdje geleden dat ik geblogd heb op LinkedIn. Oh, ik heb nog geen verhaal op Snapchat gezet. Misschien weer lang geleden dat ik iets op Instagram gezet heb. Ik denk dat het heel goed is om keuzes te maken. Gewoon ermee te gaan spelen. Daarom heb ik ook die challenge aangenomen voor Snapchat. Ik had die app al heel lang, maar ik had er helemaal niks mee gedaan. Totdat iemand zei, nee, dit is echt wel heel erg tof. En ik heb ook het idee dat vooral de 40-plussers ineens massaal Snapchat ontdekken. Dus ik denk, ik ga het dan inderdaad even 3 weken uitproberen en kijken of het bij mij past. Ja, je moet niet overal willen zijn. Je kan ook niet overal zijn, want dan is het echt gewoon een dagtaak. En er moet ook nog gewoon gewerkt worden. Dus het is goed om jezelf te profileren en te laten zien, zodat mensen weten wat je te bieden hebt. Maar je kunt gewoon niet op alle social media kanalen zijn. En daar moet je gewoon een keuze in maken. Wat bij jou past, wat bij je doelgroep past. En wat je leuk vindt. Het ene gaat makkelijker, dan kost het je weinig moeite.
En over iets anders moet je misschien meer nadenken. En dan concludeer ik maar dat dat minder bij mij past dan andere kanalen bijvoorbeeld. Maar het is heel goed om keuzes te maken. Je moet met alles keuzes maken in het leven, is wel eens lastig. Maar ik geloof wel dat livestreaming steeds groter zal worden. Of het alleen maar Periscope blijft, weet ik niet. Ja, klopt. Je moet ergens een community opbouwen. En ik vind Periscope zelf heel erg leuk, omdat het inderdaad die interactie heeft. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon een heel leuke en krachtig platform. Ook dat je echt een kijkje kan nemen. Net als nu ook weer bij die Melbourne in Australia. Dan lopen ze op die Australian Open en dan laat je ook plekjes zien die je normaal niet ziet. Want op tv zie je alleen maar het Centre Court. En met zo'n telefoontje lopen ze toch makkelijker even door de kleedkamers of op plekjes waar je normaal niet komt. En ja, dat is leuk om te zien. We zijn toch nieuwsgierig, maar vooral ook de interactie en dat je dus dan ook gewoon vragen kan stellen. Dus ik denk dat het alleen maar groeiend is, groter wordt. Mocht je nog twijfelen of zelf angst hebben om je eigen uitzending te beginnen, kan je ook even op mijn website kijken, The Marketing Factory. En daar is een gratis e-boekje. Kost je niks, kan je gewoon downloaden en dan staan in ieder geval in hoe Periscope werkt en waar je aan moet denken. Omdat ik het gewoon zelf hartstikke leuk vind, wil ik anderen ook stimuleren om het ook te gaan doen. En dan zeker in het Nederlands, zodat we een nog grotere community op Periscope krijgen. Dus ja, doe dat of schrijf je in bij de Facebookgroep Enelscoop. Want dan ontmoet je ook andere scopers en kun je je vragen kwijt. Denk jij dat het in Nederland nog groeit? Ja, ik denk het wel. Jacqueline, ik heb. Vorige week heb ik een presentatie gegeven bij Social Media Club in Veghel. En toen zijn er heel veel mensen enthousiast aan Periscope geslagen. Ik had maandag een training voor een organisatie in welzijn. En ook daar gingen ze heel enthousiast weg. In ieder geval met de informatie die ze gekregen hebben ook over Periscope. Dus ik denk dat we daar ook nog wel meer van gaan zien. Dus ik denk het wel, het is voor heel veel mensen nog onbekend en een stukje angst. Angst om zelf voor die camera te gaan of niet zo goed weten wat je moet delen. Maar ik denk dat het nog steeds gaat groeien. En zeker als ze straks ook de optie toe gaan voegen, want dat hoop ik wel, dat je ook mensen in beeld kan laten, net als bij Blab. Dat je niet in dit geval alleen maar mij ziet, maar dat ik dan ook een van jullie. Als je iets wil vragen of iets te vertellen hebt, dat dat niet alleen via de chat hoeft, maar dat ik je dan ook even in de uitzending kan toelaten. Daar moeten ze wel mee opschieten om dat ook in Periscope in te voeren, want ik denk dat ze anders achter de feiten aan gaan hollen. Want ik heb al gehoord dat Mivi nog in beta-versie, maar dat het daar binnen 2 weken, dat die optie er wel is. En dat is natuurlijk ook de kracht van Blab. En op Meerkat kan dat ook al langer. Dus ik denk dat dat wel. Een belangrijk is. Maar ik blijf het promoten, ik blijf het stimuleren en ik zie nog steeds meer mensen op Periscope komen, maar wel heel voorzichtig. Weet niet wat ik daarvan vind. Nee, net als met alles al even uitzoeken en even afwachten natuurlijk. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor de tijd die jullie genomen hebben om te kijken. Ik probeer mijn scopes een beetje kort te houden, want de tijd is waardevol. Hè? We hebben maar 24 uur in een dag en dat is meestal te kort. Ja, tennisrackets. Nou, dat je in ieder geval iets met livestreaming, dat denk ik wel goed is om als je het zakelijk in wil zetten, om dat op te nemen in je marketingmix. Dat is eigenlijk de boodschap van deze scope. Omdat ik denk dat het alleen maar groter en groter wordt en dat het heel erg krachtig is. En de tennisracketjes zijn gewoon leuk. Die kun je zelf ook toevoegen. Maar ik probeer in ieder geval mijn scopes to the point te houden, want onze tijd is kostbaar. We hebben wel wat meer te doen. Dus ik ga afronden. Mocht je nog vragen hebben, kan je ze altijd stellen op apenstaartje Maaike Gulden. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie gekeken hebben live in de herhaling of via Twitter, wat tegenwoordig ook kan. En ik zie jullie graag in een volgende uitzending.